Een 2-jarig jongetje is vanochtend dodelijk verongelukt in de Bilderdijklaan in de Weijert. De peuter zat voor op de fiets bij zijn moeder toen deze in botsing kwam met een vrachtwagen op het kruispunt met de Bosboom Toussaintstraat. De vrouw, die behalve de peuter ook een kind achter op de fiets had en een derde kind dat naast haar fietste, verloor haar evenwicht en kwam ten val. Het jongetje kwam daarbij onder de vrachtwagen terecht en werd overreden. Hij overleed ter plekke. De vrouw en de 2 andere kinderen raakten slechts lichtgewond, maar zij verkeerden in shocktoestand. Hulpverleners hebben zich over hen ontfermd. De dramatische gebeurtenis was behalve ingrijpend voor de directe betrokkenen ook zeer heftig voor de politie en andere hulpdiensten. Nou, om 8:30 kreeg de politie een melding van een ernstig verkeersongeval met de kruising van de Bosboom Toussaintstraat met de Bilderdijklaan. Daar was een vrachtauto met containers laden en lossen in verband met werkzaamheden. Een vrouw die fietst daar met haar 3 kinderen, 1 voorop, 1 achterop en een fietskind ernaast. Dat komt door nog een onbekende oorzaak, komt dat met elkaar in aanrijding. De vrouw is vermoedelijk komen te vallen en het kind voor op de fiets in een zitje is onder de vrachtauto terechtgekomen en ter plaatse aan zijn verwondingen overleden. U zegt dat de toedracht is nog niet helemaal bekend. Is het zo dat de betrokkenen nog niet echt aanspreekbaar zijn? Nou, je kunt zich voorstellen dat het bij de chauffeur een enorme impact heeft gehad, dit ongeval. De vrouw van het kind is in shocktoestand overgebracht naar het ziekenhuis. Dus die hebben we nog niet kunnen horen, dus de juiste toedracht is nog niet helemaal bekend. Oké, het is inderdaad nogal dramatisch voor de betrokkenen. Kunt u iets zeggen over hun toestand op dit moment? Nou, ze worden allemaal opgevangen door de slachtofferhulp en door Borg. Ook de betrokken mensen van de hulpdiensten, zowel de politie, brandweer als de ambulance dienst, waren behoorlijk ontdaan van dit ongeval. Ik kan me voorstellen dat het een enorme impact heeft. Kleine kinderen, dodelijk ongeval. Ook zij worden opgevangen door slachtofferhulp en Borg, het Borgteam. De politie doet nog onderzoek naar de precieze oorzaak van het ongeval.